Aan de kopse kant van het oude Arcueil vinden we een beeld van Jean-Marie Baptiste Vianney, beter bekend als de pastoor van Ars. Toen hij priester was gewijd, mocht hij na een paar jaar pastoor worden in het dorpje Ars, een heel klein dorp. Hij wist de weg niet precies en onderweg werd hem de weg gewezen door een kleine jongen. En hij zei, jij hebt mij de weg naar Ars gewezen, ik zal jou de weg naar de hemel wijzen. De pastoor van Ars werd bekend om zijn biecht horen. En van heinde en verre kwamen massa's mensen om te biechten bij de pastoor van Ars. Omdat hij zo mild was en zoveel begrip had voor de zonde. De pastoor van Ars deed zelf de penitentie voor de biechtelingen. En hij zag af van fatsoenlijk voer en het was ook maar een magere man. En zo werd hij ook altijd afgebeeld. De pastoor van Ars had ook een hele bijzondere relatie met de duivel. De duivel wilde de pastoor van Ars wegjagen en stak zelfs zijn bed in brand. De verkoolde resten staan nu nog in de pastorie. Pastoor van Ars is de patroonheilige van alle zielzorgers en dat is de reden dat hij op de bedevaartplaats in Lourdes staat. Geen bedevaart zonder priesters is de gedachte daarachter.